David abiamovo minister vu natuurlijke hulpbronnen da aso agi antaki wallo projecte de di Argeria so CFI bigi. Bika aini a nationale assemblea hario tru subede taki de projecte je du nono na so so projecte fu na vorige regering. A minister da kano de insang ataki de en aso kai projecte di Argeria CFI initieer. En tot slot een hele discussie gisteren in uw parlement, voorzitter, over projecten van vorige regering, opgeleverde projecten tijdens deze regeerperiode zouden zijn gekwalificeerd als te zijn projecten van de vorige regering. Ik vroeg me af waarom dat een issue zou moeten zijn. Wel, op NH... In elk geval heb ik een project voorbereid door de vorige regering, gecontinueerd en uitgevoerd. En ik zie niet in waarom dat niet zou mogen, want wie heeft voor de voorbereiding betaald? De Surinamers, het volk, de belastingbetaler. Waarom zou ik een project voorbereid door de vorige regering moeten discontinueren? Dus dat is niet gebeurd. Ja, dat is niet gebeurd. En, waarom ik het nodig vond om dit vooraf te zeggen, want die hele discussie was niet nodig. Ja, de projecten die genoemd werden door de vicepresident en uw geacht lid Jordan. Ja, die projecten zijn niet voorbereid door de vorige regering. Ja. En wij hebben die projecten voorbereid, uitgevoerd en gefinancierd. Ja, dus ik weet niet wat de reden was om die discussie te hebben in het parlement. Lid Parmisser zei op een gegeven moment dat die projecten door in zijn periode en met AFD-financiering... Soms heeft de ene regering meer kwaliteit in het voorbereiden, die andere heeft kwaliteit in uitvoeren. Dus het gaat om de belastingbetaler. Die betaalt goed. Ja. Dan gaan we verder. Ja. Dus het klopt ook niet dat het projecten waren die voorbereid waren in het kader van AFD. Want zoals u weet, daarover is vaker gesproken in dit parlement ook. Aan het begin van het IMF-traject werden de AFD-projecten stopgezet. En er moest schuldherschikking plaatsvinden met verschillende schuldeisers. Waaronder persclub. Ja, en pas nu, na die schuldherschikkingsovereenkomst, ja, starten we de gesprekken opnieuw met AFD. Ja, om te kijken hoe en in welke vorm wij die projecten opnieuw kunnen starten. Die projectideeën van toen. Ja, maar voor de duidelijkheid. De projecten genoemd in uw parlement door lid Jordan en door de vicepresident, die zijn projecten allemaal voorbereid in deze regeerperiode en ook uitgevoerd en gefinancierd in deze regeerperiode. Angadi shukura kabafuna gongo sabotof tidio takiganta ngidi lukume siwa monshtine timo fawe.